Arno Aerts, een 2-1 verliest in Barendrecht en dat betekent het einde verhaal van Achilles in de tweede divisie. Ja, het zei zo, hè. Dat zat er ook al aan te komen als je zo vaak verliest. En ja, goed, ik verval in herhaling, maar iedereen weet waar de club vandaan komt. Ik kan alleen maar enkel maar trots zijn op mijn jongens. En vandaag had er een punt ingezeten tegen Barendrecht, die toch vrij hoog op de ranglijst staan. Het is jammer dat we geen punt hebben behaald, maar ik ben wel op trots. Jongens hebben goed gespeeld, vooral tweede helft. Kregen we ook kansjes op de 2-1. Maar het is ons niet gegeven en we verliezen hem hier toch. Ja, want die wedstrijd zelf, jullie gingen hem in best wel moeizaam eigenlijk, denk ik. Het eerste kwartier. En daarna komen jullie toch wel steeds meer in die wedstrijd. En de tweede helft eigenlijk was ook wel meer richting jullie kant. Ja, eerste kwartier komen we goed door. Als Barendrecht daar twee keer scoort, dan hebben we niets te zeggen. Toen ging met name de wedstrijd over. En vooral de tweede helft hebben we denk ik goed gespeeld. En kansen gecreëerd zelf nog om de 2-1 binnen te trappen. Maar helaas... Ja, op het einde. Kijk, er gebeurt van alles. Je moet de vrije trap niet weggeven op de 16 meter natuurlijk. Moet je lekker voor je houden, die speler. En de muur natuurlijk, volgens mij, ik moet het goed terugzien. Maar de muur volgens mij rammelt dat ook aan allerlei kanten. Gaat de bal dwars door de muur heen. Dus het is zonde en volledig onnodig. Ja, onnodig zeker. Maar ja, het resteert niks meer eigenlijk in de tweede divisie natuurlijk. Wat is het gevolg nu voor de Achilles in de derde divisie of later eventueel? Ja, het gevolg is dat eigenlijk we hebben nog geen één speler vast kunnen leggen eigenlijk. En dan wordt half mei als het goed is een nieuw bestuur gekozen. Ja, en dan zullen de poppetjes en de posities in de club ingevuld worden. Ja, en dan zal blijken waar we landen. Weet je wel, je bent zo laat om ook nieuwe spelers vast te leggen. Ja, dat wordt afwachten of het wordt derde divisie waar je dan aanbelandt. Of welk resultaat je daar gaat halen. Of je moet nog verder naar beneden. Maar goed, we doen ons best. En we proberen het zoveel mogelijk in te vullen. En het is afwachten waar het nulpunt is en waar we starten. En speelt u daarbij nog een rol dan? Ja, dat is afwachten. Ik bedoel, het bestuur wordt aangesteld. De intentie is zeker om door te gaan. Ik krijg ook een gesprek met de vereniging. Met mensen binnen de vereniging Achilles. En ja, ik heb A gezegd, dan moet je ook B zeggen. En ik wil mijn oude clubpie, als het goed is. Of er moet iets komen waar ik natuurlijk geen nee tegen kan zeggen. Maar normaal gesproken blijf ik gewoon bij Achilles. En wensen wij je nog veel succes. Dankjewel. Graag gedaan.